Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Vivas, Ladies, Gents and More. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Waard aan Tafel. En deze week weer fijne gasten en eigenlijk interessante onderwerpen. We zijn sportief als het gaat om tennissen. En hoe plus je een brand in een flexwoning? Nou, daarover praat ik met Robert, Lejean en Robin. En welkom hier aan tafel, heren. Nou, we hadden van tevoren was het al een beetje gezellig. Want de ene die tennist en de ander die doet ook iets met brandweer. Dus dat komt helemaal goed. Mag ik even jullie vragen, wie tenniste van jullie? Hé, tennist, ja? Ja, ik doe een poging. Je doet een poging, hè? Oh ja, van de bal moest van de ene kant naar de andere kant. Ja. En jij, hoe lang tennis jij al? Jaartje 25, nadat ik gestopt ben met voetballen. Want ja, dat was te actief eigenlijk. Oh, tennis kan je met z'n tweeën doen, dan kan je het nog verdelen. Oh, je bent weer iemand van de dubbels en de mixen? Ja, inderdaad. Oké, helemaal goed. En hoe lang zit je bij die vereniging? Of echt 25 jaar al? 25 jaar. Ja, en hoe lang bestaat die tennisclub eigenlijk in Goudrak? Hij is van 79. Als het goed is, september dit jaar is het 45-jarig bestaan. Feestje? Nee, dat doen we met 50 jaar, denk ik even. We hebben coronatijd en we hebben een privatisering achter de rug. Dus de kas is redelijk, de bodem is aardig in zicht. Dus oh, dan wordt er gewoon moet weer even sparen voor het jubileum. Ja, even sparen. En hoe groot is eigenlijk die vereniging in Goudrak? Niet zo groot als in het verleden. Ik heb vandaag nog even teruggezocht wat het in 1979 bij de start was. Toen was het om en nabij, ik weet niet of ze allemaal actief waren, maar 300 leden hadden ze. Sommigen doneerden alleen. En op dit moment is net iets over de 100 leden, actieve leden. En dat zijn dan senioren en junioren bij elkaar. Ja, als je dan kijkt naar de verhouding, zit er ook groei in met de junioren? Dus we hebben sinds 2 jaar weer een juniorenafdeling. En we hebben ook een jeugdcommissie weer, hadden we eerst niet. Voornamelijk is dat gekomen in coronatijd. Ja. En we zijn zeer actief bij de scholen. We organiseren clinics. We doen bij ons bepaalde activiteiten waar we de jeugd aantrekken. Onze tennisleraar zoekt de school op, gaat gymles, tijdens de gymles tennislesjes geven met aparte spullen die wij aangeschaft hebben. Dus zo proberen we de jeugd een beetje ook in beweging te krijgen. Ja, want je merkt gewoon dat ze hebben zoveel hobby's. Je moet er zo hard voor werken als vereniging om jeugd eigenlijk binnen te slepen. Ja, en als we ze binnen hebben, het nadeel is wel, dan gaan ze vaak wel lessen. En dan zeg je, nou ga je ook nog een beetje vrij tennissen, hè, wanneer je dat minimaal. Ja. Dat is heel moeilijk. En merk je dan ook dat als ze de basisschool af zijn, dat ze dan ook die keuze maken dat ze naar de middelbare gaan? Dat gaat nog wel, maar ja, het loopt niet storm in ieder geval. We hebben nu wel wat jongeren rond de 17, 18 jaar die actief zijn. Maar die blijven dan ook? Die blijven dan ook. Die hebben de storm al doorstaan, de moeilijke puberjaren. Ja, daarom. Hey, maar je bent hier vandaag omdat er een tennistoernooi aankomt. En ik vond de naam zo mooi, Geovalk Goudrak Open. Ja. Waar komt dat Geovalk vandaan? Geovalk, dat is de hoofdsponsor van het toernooi. Dat is tevens een van, dat is Niels van der Valk, heeft een bedrijf. Een geometrisch bedrijf, dus landmeetkunde, kadaster, dat soort dingen. Uitmeten. En die is hoofdsponsor, ook een van onze tennismaatjes. En het bedrijf heet Geovalk. Dus we hebben de naam er maar aangeplakt aan Geovalk en dan Goudrak Tennis Open. Was het gewoon eerst Open Goudrak? Open Goudrak, maar ja, je moet toch wat richting sponsoren doen. Ja, dat is heel hard nodig. Dus dat is een welkome. Ja, daarom. Ja. Wanneer vindt het plaats? Het is van 17 tot 23 juni. Dus als je het een beetje goed doet, dan ben je 23 juni aan de beurt om de finale te spelen. We spelen 's avonds en dan de zaterdag overdag uiteraard. En de uitloop naar de zondag. De laatste tijd zien we wel dat we gewoon het finale weekend een beetje concentreren naar de zaterdag. Met een uitloop naar zondag. Van ja, tegenwoordig met dit weer. Met dit weer weet je het niet. Er vallen zomaar een paar avonden uit en dan ben je echt vol aan de bak. Ja, gewoon met een afvalsysteem? We proberen met het afvalsysteem en anders is het poolsysteem als er te weinig zijn. We spelen in de 6, de 7, de 8. Voor mensen die het niet weten, dat zijn een beetje de rankings die je hebt qua sterkte. Dat je een beetje gelijk tegen gelijkwaardige spelers eigenlijk. Maar het zijn sterktes, hè? Ja, dat zijn sterktes, ja. Zitten op de vereniging ook mensen die hoger dan een 6 zijn? Nee, bij ons zijn als ze er bovenuit kwamen, die zijn inmiddels naar andere verenigingen. Zo omdat, jammer, hè? Dus als je competitie speelt, schiet je er ook altijd uit. En dan is het ook niet leuk. Dus tegenwoordig is de vrijdagavondcompetitie is hartstikke in, natuurlijk. Voorheen speelde men gewoon op de zaterdag hele competitiedagen. Maar tegenwoordig is het gewoon de vrijdagavond. Lekker kort in het voorjaar en in het najaar. Ja.
Nou, en nou ja, het toernooi is, wat ik al zei, 17 tot 23 juni. En tot 11 juni kan je inschrijven. En via de website van de VV, of van de VV Gouwerak. Ik wou VV, dat is de voetbal. Daar heb ik ook bij gezeten. Maar, nee, van de Gouwerak tennis bedoel ik natuurlijk. Ja. En via de KNLTB, dus de Koninklijke Nederlandse Tennisbond, kun je ook inschrijven. Ja. Kun je nog inschrijvingen gebruiken? Ja, zeker weten. Ja. Nou, want we zien ook, we praten veel met de Krimpen en Waard tennisverenigingen. We hebben een coöperatie met 10 clubs. Oh, wat goed. Waar we gezamenlijk dingen in doen. En hoor je ook wel van, het loopt terug. Het is niet meer zoals vroeger de 200 of 250 partijen die je weg moest spelen. Nou, dat je als toernooileiding niet meer wist hoe je moest plannen op een gegeven moment. Maar heb je best wel ruimte en gaten. Maar we kunnen heel veel mensen nog gebruiken, hoor. Dat, hoe meer ziel, hoe meer ze. Ja, trekt dat trouwens ook? Want dat toernooi is niet de eerste keer. Dat doe je al heel lang, zeg maar. Maar trekt het dan ook veel mensen uit de Krimpen en Waard aan? Ik moet wel zeggen, het is voornamelijk de buurtgemeentes. Berkenwoude, ook Moordrecht, over de IJssel. Dat het toch wel altijd IJsselderby is, maar toch. Wij gaan ook die kant op, dus ja, de wederdienst, hun komen ook onze kant op. Haastig zie je veel. En Krimp aan de Lek. En wat je ook heel veel ziet is oude voetbalmaatjes. Ik heb altijd gevoetbald. En ik ben gestopt met voetbal, ik ben gaan tennissen. Vanwege dat balgevoel. Geef elkaar een hand. Ja. En dat je zei iets minder lopen? dat knippen we er hopelijk uit. Ja, tuurlijk. Dat doen we dan. Maar luister, het is een toernooi. Dubbel mix of is alles? Ja, we doen alleen de dubbels. Want we hebben gezien in de enkels waar de poeltjes heel klein. En het niveau. Hè, vaak als ze enkele doen, spelen ze dat op hoog niveau. Dus we hebben de herendubbel, damesdubbel en de mixdubbel. Oh, helemaal goed. En dan in 6, 7, 8 kwalen. Dus je hebt 9 pools. Ja, want uiteindelijk is het zo, 17 tot en met 23 juni is het toernooi. En tot 11 juni kan er inschrijven worden. Ja. Of via de website of via KNLTB. Ja, en weet je het helemaal niet, mag je altijd mij bellen. Oh, en dan komt helemaal goed, zou ik op de website, dus dat komt helemaal goed. Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel.